Noem het eerste woord waar je aan denkt en leg uit. Vrouwen. Nee. Oh, zo. Ik had het woord nog niet eens gezegd. Oh, dit is een heel vies woord. Heteroseksueel. Grapje. Ziekte. Nee. Heteroseksueel. Dat is voor mij. Dat ben ik niet. Ja, is normaal het eerste woord waar je dan aan denkt. Ja, normaal. Blijheid. Oh, okay. Hetero. Oh, ik dacht dat je homoseksueel zei. Oh, wat erg. Dat is het eerste wat in je opkomt. Er komt letterlijk niks in me op. Ah, niks, nee. Blank. Niemand is heteroseksueel. Ik zal mijn datingboekje aan jullie geven. Queer. Queer. Vrijheid. Ik vind het ook gewoon een leuk woord. Klinkt leuk. Het is heerlijk. Ja, een beetje sexy. Yeah. Queer. Wat is het eerste woord waar je aan denkt bij de regenboogvlag? LGBTQ+. Oh, dat doe je goed. Vind je dat zo lastig? Ja. Eerst wat hem opkomt is gewoon echt heel lelijk, maar... Ik denk, ja, de regenboogvlag, dan denk ik aan feest. Als de vlag uit moet, dan is het altijd feest. Heb jij veel met de vlag? Onze vlag? De progressive flag is het nu, hè? Het is wel wat inclusiever met ook de driehoek. Wel waar die voor staat. Ja. Stylistisch vind ik misschien niet heel mooi. Is net iets te vrolijk. Ik zou niet zeg maar een trui willen met regenboogkleuren. Prachtig zoals die is. De klassieke. Ik ben een voorstander van de klassieke. Ongeacht dat ik vind dat iedereen welkom is in inclusiviteit, is heel erg belangrijk. Maar het gaat voor mij niet om etniciteit, maar om seksualiteit. Ja. Dus iedereen valt voor mij onder de regenboogvlag. Onder de regenboog. Bring the action. Queer thema's staan goed op de Nederlandse politieke agenda. Nou, dat is wel goed dat ik deze pak. Nou, inderdaad. Echt puur toeval. Dus... Was er nou maar een politicus aanwezig? Steeds meer. En het is ook heel goed dat er aandacht aan wordt besteed. Omdat het een onderdeel is van het leven. Het is niet meer zo dat de hele wereld hetero is. Precies, en we hebben een paar gays. En dat mag erbij en dat mag en dat is helemaal oké. Precies. Maar we hebben nu een transgender in de kamer zitten. Dus dat is al fantastisch. Hoe belangrijk is eigenlijk dat jij in de politiek zit? Ik denk dat dat super belangrijk is. Ja, en dat zeg ik niet voor mezelf. Want ik ben zomaar een kamerlid. Maar ik ben toevallig ook het allereerste openlijke transgender kamerlid van Nederland. Transgender mensen, dat is ongeveer 1% van de bevolking. Dus eigenlijk zou er in elke Tweede Kamer anderhalve transgender persoon moeten zitten. Toch ben ik het eerste openlijke transgender Kamerlid. En dat betekent in de eerste plaats dat transgender mensen dusdanig tegen de heuvel op moeten fietsen in onze samenleving. Dat ze vaak niet op die plek komen. Dus het feit dat ik de eerste ben, vertelt dat verhaal. We hebben het echt een stuk moeilijker in onze samenleving om volwaardig mee te doen. Dan heel veel andere mensen. En dat ligt niet aan de transgender mensen, dat ligt aan de samenleving. Discriminatie of racisme in de gemeenschap is een probleem. Ja. Ja. Ik identificeer ook als bi en ik merk dat toen ik er nog heel vrouwelijk uitzag, dat het sowieso echt wel een heel erg issue was, dat mensen me gewoon echt niet serieus namen. Hoe doe je het niet serieus namen? Nou, dat het dan gewoon was van ja, je bent sowieso hetero of je doet het voor aandacht, dat je zegt dat je bi bent. En nu ik er meer masculin uitzie, is het dan ja, je bent gewoon lesbisch, maar je durft dat gewoon niet te zeggen. Like, het is echt nooit goed. En toen ik aan het puzzelen was met wat ik nou wilde met mijn vrouw zijn, dus toen ik, voordat ik in transitie ging, bezocht ik ook wel groepen met transvrouwen. En ik merkte dat daar heel erg vaak een soort norm opgelegd werd van ja, maar je bent niet vrouw genoeg, dus je bent geen echte. Nou, je weet als mensen tegen je zeggen, je bent geen echte, dan moet je gewoon weglopen. Mm-hmm. Natuurlijk ben je hartstikke echt. Ik zie wel eens van die berichten voorbij komen dat je op dating apps allerlei filters kan instellen op ras en dergelijke. Dat mensen profielteksten van no white of no Asian of no black. Oh, dat is disgusting. Ja. Wat je heel veel meemaakt, bijvoorbeeld in de gay community, is no fats, no femmes, no Asians, weet je wel, dat soort rare dingen. En dat is ook een vorm van discriminatie. Als je dan aan de persoon vraagt, dat heb ik wel vaker gehoord, dan denk ik van, waarom zet je dat neer? Dan zeg je, ik zie het als een voorkeur. Ja, je spreekt wel racisme uit, dus het is wel racisme. Ze denken er niet goed over na met hoe het... Ja, je kan het niet zo formuleren. Discriminatie, racisme in de gemeenschap is een probleem. Ja, 100%.
Dan ga ik jou dit vragen, want het staat bij elkaar. Slash. Discriminatie, kijk, gewoon in de definitie van het woord is discriminatie iets dat breder trekt. Mm. Discriminatie kan ook huidskleur ondervallen en etniciteit of religieuze overtuiging. Maar er kan ook zoveel meer andere dingen ondervallen. Er kan discriminatie op basis van gender. Discriminatie op basis van je achtergrond, culturele achtergrond van of je uit een rijk gezin of een armer gezin mm-hmm. komt. Racisme heeft echt te maken met het anders behandelen. Het eigenlijk specifiek ook minderwaardig behandelen van iemand die een andere huidskleur of een etniciteit eigenlijk heeft. Want soms worden mensen wel gezegd, ja, ik maak ook racisme. Dus witte queer mensen die zeggen, ja, maar ik maak ook wel racisme mee. En dan denk ik, nee, jij maakt geen racisme mee. Mm-hmm. Je maakt discriminatie ja. mee. En iets wat ons bij elkaar brengt, is discriminatie. Ja. Ons als in de gemeenschap, als in de regenbooggemeenschap. Ja. Maar iets waar we niet allemaal een deling in hebben, is racisme. Hetero uitgaan of gay uitgaan? Ik vind het gemengd het allerleukst. Oh ja? Ja. Ik dus niet. Nee? Nee. Ja, ik hoef niet alleen maar gay. Ja, het grappige is, ik zit dan naar jou te luisteren. Ik denk, nou ja, eigenlijk als ik uitga, ga ik dus eigenlijk alleen maar met mannen uit. Ja. En er gaat best wel veel uit. Oh, nou, sowieso ieder weekend. Ja? Ja. Echt waar? En, maar waarom doe je dat als de wereldwonder is? Nou ja, elk weekend uit, ja. Jazeker. Ja, ik kwam in Nederland in 1963. En ik ging uit in de gay scene in Amsterdam. Maar het was natuurlijk een heel andere tijd. Ja. Als je dan ergens naartoe ging, dan moest je aanbellen. Aanbellen? Ja, je moest aanbellen. En dan had je zo'n luikie. En er werd gekeken als het goed of slecht publiek was. En nou, dan mocht je er binnen. Waarom was dat luikje er? Waarom? Ik denk voor de vuiligheid. Vuiligheid? Sorry. De vuiligheid. Veiligheid bedoel ik. Veiligheid. Nee, voor de veiligheid. Ja. Mijn uitgaan wordt een beetje verplaatst naar... Geen koffie bij drinken. Bij mensen thuis. Nee, gewoon wijn drinken zo. Maar... Nu is het nu met corona alles weer dicht. Ik heb het gevoel dat ik heel veel dingen mis. Ik heb niet het idee dat jij thuis met vriendinnen thee zit te drinken. Nou ja. En dan ondertussen klaar dat je niet aan de man komt. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, het is grappig omdat het waar is. We hadden, ik weet niet hoeveel gayclubs in de tijd dat jij nog niet was geboren. Ja, nou. De It, de Roxy, de Matza, de Richter, Havana, ze bestaan allemaal niet meer. Maar het is nog wel heel erg belangrijk dat we een plek hebben waar we onszelf kunnen zijn. En het stomme is dat heel veel mensen denken van, oh, we kunnen overal heen. Maar dat is helaas nog niet zo. Steeds meer komen de hetero mensen naar onze gayclubs. Die zijn allemaal hartstikke welkom. Maar ze passen zich niet aan hoe wij leven. En dan zitten ze nog aan om pruiken trekken, in het tieten knijpen, in het reet knijpen. Dat vinden ze dan heel grappig, haha. Maar als ik naar een hetero club ga, moet ik me ook aanpassen zoals zij wil dat ik me gedraag. Dus we zijn er nog lang niet, maar als we lief zijn voor elkaar, dan kunnen we met z'n allen overal één. En dat zou het beste zijn. Het hebben van HIV is geen taboe meer. Ik denk dat dat nog best wel een ding is. Ik bedoel, ik merk er zelf in de community niet heel erg veel van, maar ik denk nog steeds dat dat best wel een heel erg ding is, waar mensen toch een bepaald soort stigma omheen hebben. Ja, ik denk dat mensen er nog steeds een beetje naar kijken van, je hebt een fout gemaakt of zo, ja. Weet je wel? Van, je bent... je hebt je sletterig gedragen of zo. En dit is, nou ja, eigenlijk het gevolg daarvan. Door wat je zelf hebt gedaan. Je kunt nog zo voorzichtig zijn. Het kan alsnog gebeuren. Ik denk, juist omdat er zo'n taboe op ligt, wordt het eigenlijk alleen maar een soort van enger. Want je weet, omdat je er niet open en eerlijk over kan praten, is er heel veel onduidelijkheid. Ja. Mensen worden niet goed geïnformeerd of durven niet te zeggen dat ze het hebben. En ja, daardoor worden er alleen maar meer mensen ziek. Ja, precies. Dus ja... Heel averechts. Helaas, er is een taboe, maar die moet echt zo snel mogelijk worden doorbroken. Ik zeg je heel eerlijk, ik hoor heel weinig over HIV. Het enige wat ik nu hoor is bijvoorbeeld, chlamydia of dat soort dingen. Dat soort woorden hoor ik wel, maar HIV of AIDS, daar heb ik heel lang niet meer gehoord. Ja, dat is een probleem. Laat je door niemand vertellen dat het er niet meer is, want het is juist groter dan ooit. Omdat heel veel jonge mensen, ook wel door de verkeerde beelden op internet die ze zien... En op de socials denken, bestaat allemaal niet meer en het kan allemaal gek en zo. Nou, nee. Nee. 2021, gewoon veilig vrij. Weer lekker veilig. Ja, ik zit sowieso aan de prep, dus ik wel of geen relatie, ik vertrouw niemand. Oh. Ik sowieso aan de prep, want ik wil dat in ieder geval uitsluiten. Wat doet het eigenlijk? Nou, je hebt dus PEP en PREP. En PEP is dus als je bijvoorbeeld seks hebt gehad, onveilig seks, en dan weet je niet zeker of diegene wel of niet clean is.
dan kan je de dag daarna kan je naar het ziekenhuis gaan. Dan kan je dus een PrEP-kuur krijgen. En dat duurt volgens mij een hele maand en zo. Of je kan PrEP doen. En dat doe je er dus ervoor, als in preparation. En dan slik je eigenlijk gewoon elke dag een pil. Of je doet het 24 uur voor de seks, 24 uur na de seks en 48 uur na de seks. En dan ben je niet bevattelijk voor HIV. Ja, dan kan je geen HIV krijgen. Dan ben je eigenlijk immuun voor HIV als het ware. Dus het is echt letterlijk één pilletje dat je elke dag neemt en dan kan je nooit meer HIV krijgen. Wat een ambassadeur ben je. Toch? Ja, dus ik bedoel, ik slik dat elke dag omdat het gewoon wat chiller is. Het is prima te doen. Het is hartstikke... Ik vind het een leuke onthulling. Ik slik elke dag. Goed. Het gebeurt er allemaal, mensen. Wat betekent de chosen family voor jou? Mensen waar je helemaal jezelf kan zijn, als dat niet bij je eigen biologische familie is. En dan vind je altijd wel mensen die je begrijpen, die met je mee kunnen praten, die met je meedenken en die waar je echt je thuis kan voelen. Ik heb gelukkig een hele open familie, maar ik heb ook zeker heel veel vrienden waar ik meer aan vertel dan aan mijn ouders. Ja, mijn familie die is wel gewoon heel... Die accepteert het allemaal wel, dus... Ja, ik bedoel, natuurlijk snappen ze het niet helemaal. Maar heb je dan ook wel dat je je vrij voelt om met je familie echt over je seksualiteit te praten? Ja, eerst niet echt. Eerst vond ik het heel lastig, want ik dacht, oh, ze snappen dat helemaal niet. En ik ben anders en ik ga denken dat het raar is. Of ik vond het ook eng om mijn vriendin voor het eerst mee naar huis te nemen, want ik dacht, ja, wat gaan ze ervan denken? Ja, natuurlijk in het begin vonden ze het ook wel een beetje spannend en natuurlijk wennen, maar... Ja. Ik weet niet of ik het heel goed heb beantwoord. Maar ja, en jij? De vrienden die ik heb, echt wel als een chosen family. Mm-hmm. Ik heb ook een tatoeage hier waar in staat Sisters Forever. Mm-hmm. Dat is ook zeg maar hoe ik mijn vrienden noem. Zus. Zus is natuurlijk iemand waar je gewoon alles mee deelt. Yeah. Die weten echt alles van mij. Maar in mijn familie... Dat niet weet. Het geldt niet voor iedereen dat ze heel erg worden geaccepteerd door hun eigen familie. Dan is het heel belangrijk dat je mensen bij je zoekt in je omgeving die wel van je houden zoals je bent. En dan, dat is je chosen family. Precies. Ik wil je bedanken. Ja, ja, oprecht. Gewoon voor een ontzettend mooi gesprek. Ja. En maar ook vreselijk leuk om je iets beter te leren kennen. En ook wel weer heel grappig om erachter te komen dat er... Ondanks ons levensverschil niet zo heel veel verbeterd en veranderd is. Yes, ja, dankjewel.